En 17 kadetten van de Militaire Academie hebben gedurende 10 dagen hun vaardigheden in overlevingstactieken, bivakaspecten en reactieschieten aangescherpt tijdens een zware Rimbo-training en eindoefening te Kamp Monsanto, bosbivak en omgeving. Het gaat om kadetten van de officiers bachelorsopleiding. Het doel van zo'n veldoefening is om de kadetten de nodige kennis en vaardigheden van het gevecht bij te brengen op individueel en pelotonsniveau. Door zoveel als mogelijk de realiteit na te bootsen onder zware fysieke en mentale druk. Het ministerie van Economische Zaken is bezig programma's uit te voeren ter versterking van ondernemerschap, als ook het verhogen van de exportpotentie. In dit kader heeft het departement gisteren een exporteursbeurs georganiseerd, waar ongeveer 50 ondernemers zijn geaccommodeerd om hun producten en diensten te presenteren. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat het enorm belangrijk is dat het ministerie alle ondersteuning geeft aan de lokale productie- en exportsector. En minister McAndrew van AWJ ontving onlangs uit handen van de auteur Glenn Pirou het boekwerk Gids Arbeidswetgeving Suriname. Het is een naslagwerk voor de activiteiten die de bewindsman in zijn hoedanigheid, voor de bewindsman in zijn hoedanigheid als lid van de regering. Ook kreeg het ministerie enkele exemplaren voor de aspirant-inspecteurs op de basisopleiding tot junior arbeidsinspecteur. De nieuwe generatie arbeidsinspecteurs moeten de arbeidswetten kennen om toezicht te kunnen houden op de naleving.